De Pit Update. De Pit Update. Het is een Agility Update. Dit strekt in de version ook al een soort minigame. Als je een Agility course doet, dan zul je merken dat je aan het eind van soms in één keer zo'n Talent Scouter komt ofzo. En dan kun je met hem meegaan naar De Pit. Rewards van De Pit schijnt XP te zijn, met risico van halvering, verdubbeling of gewoon niks. En je kan een soort Gorilla Mask krijgen als reward. Verder, als je dus een Agility skill cave hebt, zoals ik, kun je gewoon naar binnen en naar buiten wanneer je wil, maar dan zonder, maar wel met een kleiner aantal XP als reward. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga lopen met Talent Scout en mijn Agility Skill Cape. In plaats van dat ik rondjes ga doen. Oh, ja, ik weet dat ik een mooie cape heb. Bedankt! En wat er echt de bedoeling is, is dat altijd gewoon kans van of het lukt of niet. Oké, nou, ik weet dat je gewoon neergemapt. Leuk. Wat de bedoeling hiervan is, is dat aantal minigames tegelijk zijn. Of, in ieder geval steeds een ander soort klein speeltje om mee te doen. En daarmee moet je dus eigenlijk gewoon geluk hebben dat je aan de overkant komt. Oké, we beginnen hier bij de eerste dinges. Ik werd er meteen toegeleid. Dit heet eigenlijk de vloer is lava. Dus ik moet via de crates moet ik naar de overkant gaan en hoop dat ik steeds de goede kies. En een aantal crates val ik af, andere niet. En denk eraan, de vloer is van lava. Ah, ik moet een beetje snel zijn. Ah. En ik heb de lava geraakt. Ik ben, zeg maar, dood. Nou, eens kijken wat er gebeurt. En zo snel kan eigenlijk je game eindigen. En voor de mensen zonder skill cape kan het dus een uur verschil zijn. Dus ik kan na een uur weer opnieuw pas gaan. Dus ik opnieuw. En ik als agility skill cape kan gewoon gelijk erin. Perfect voor een video, hè? Yeah! Oké, en dit keer is mijn eerste onderdeel karaoke. Dus ik heb geen idee. Oeh. Staat dat ik de vallende rotsen moet ontwijken. Dus daar vallende rots ontwijk ik. Eens kijken waar de volgende komt. Nou, daarachter komt de volgende. Ontwijken. Die heb ik ontwijken. Mooi. Die heb ik ontwijken. Gaat goed. Nee, ik doe het goed. Oh, nu moet ik even best snel wegrennen. En ik ben geraakt, ik werd ingesloten. Oh, ik kan nog omheen. Nou, niet gezien. Jammer. En dan kan ik er opnieuw proberen. En ik heb de skill cape. Oké, nu heb ik dus de Hungry Sheep. Er zijn hier genoeg schapen. Ik mag 5 schapen mag ik mappen. En in totaal van al die schapen heeft eentje de sleutel. Dus ik moet eigenlijk geluk hebben dat die de key heeft. Nou, er zijn er nog 4 over. Jij. Nou. Die. Njop. En ja. Ik wil. Ja! Goed de key. Woe! Yay! Dit is gewoon puur random welke schaap. En nu komen ze eigenlijk gewoon hieruit. Eens kijken wat er gebeurt. Geen speciale prijs voor zielige cape dragers. Aww. Dus lief toch. Oké, het spuitje hoger en lager. Wie kent het niet? Daar komt, hierboven komt er een getal weer. Nu 7. Nou, zeker zeggen dat hij lager is. En het volgende getal is lager. Nu zegt dat hij hoger is. Ja, maar een paar keer tijd om na te denken. Maar ik zeg het toch gewoon de volgende. Nou, het is 1. Nee, ik wil die. En uiteindelijk, als je dus zonder cape eigenlijk deze event haalt, krijg je een gorilla mask. En dat is eigenlijk het enige. Ik vind die niet erg interessant om te halen. Ik heb
Daar even kijken of iemand toevallig gewoon langs. Ja, daar staat iemand met de grillenmask. Ik vind dat niet echt zo van. Ja, yeah, die moet ik heb ik eens iets van. Ah. Oké. Okay. Weet je. Want die komt ooit wel een keer, als dat wil. En mijn toen kreeg ik 118 Agility XP. Dit is gewoon echt gewoon puur voor de grap om dit te doen. Het is best wel aardig ook. Oké, nu moet ik dus het ene object in het andere object stoppen binnen de tijd die is gegeven. Dus ik pak heel snel het spel op. En het zit een beetje van mij. Oh, kut. Nee, oh, die moet daar. Nou, en die kan daar. Nee, die wacht, is niet goed. Oh, nee. Tjoe. Pak die vlam maar weer op. En zoals ik nu al zie is mijn tijd op. Ik moet trouwens hier op. Yay. I can hear you. Dus hoe je dit eigenlijk doen, moet je een perfect echt kader doen, dan heb je hem ook gehaald. Zo werkt deze. Goed, het volgende onderdeel is ongeveer bijna hetzelfde als schapen. We hebben hier nu 16 dozen en ik heb 5 pogingen om dus zeg maar te doen. Denk aan de tijd daarboven eigenlijk, dat het groene balk wat laag gaat. Nou, sterren. Zou ik maar zo willen hebben. Dus je moet eigenlijk snel kiezen. Jee, get the key. Key. Woehoe. Nou, volgens mij kon er ook zelfs een kip uitkomen. Zo. Weet je. Nee, springend. En dat was een beetje alles als de minigames die je kunt krijgen. Denk eraan, dit is gebaseerd op geluk en niet op je eigen tactiek of snelheid. Dus denk eraan, geluk gaat hiervoor. En zorg uiteindelijk voor de grillenmask voor degene die het willen hebben. Veel plezier met Agility en ik zal meedelen dat ik BTS november wel zal komen. Als tenminste november de maand zelf aankomt.